De oerknal. Ofwel de Big Bang. Het begin van ons universum. Het begin van tijd en ruimte. De oerknal. We zijn er allemaal mee vertrouwd. Slechts weinigen weten dat de theorie van de oerknal eigenlijk diep religieus is. Er is namelijk een begin. Een begin van tijd en een begin van ruimte. Zelfs Einstein moest eraan geloven. Weinig mensen kennen de bedenker van de Big Bang theorie, Georges Lemaître. Wat is er aan de hand? Georges Lemaître was een Belgische priester die werkte aan de Universiteit van Leuven. In 1927 kwam hij met het idee dat het universum uitzet. Hij gebruikte daarin de relativiteitstheorie van Einstein en metingen van de astronoom Hubble. Uit die metingen bleek dat de meeste sterrenstelsels steeds verder van de aarde afkwamen te staan. Volgens Lemaître wordt dat veroorzaakt door het steeds groter wordend heelal. Anders gezegd, het universum zet uit. Enkele jaren later ging Lemaître nog een stap verder door terug te rekenen. Want als het universum steeds groter wordt, dan moet het gisteren kleiner zijn geweest. En eergisteren nog kleiner. Uiteindelijk moet het heelal oneindig klein zijn geweest en moet er een begin zijn geweest. Lemaître noemde het beginnende heelal een oeratoom, een soort kosmisch ei. Er was dus een begin en dat begin moet 10 à 20 miljard jaar geleden hebben plaatsgevonden. Aanvankelijk moest zelfs Einstein niks hebben van Lemaître's theorie. Hij wilde ook niet geloven in een heelal dat steeds groter wordt. Hij zei tegen Lemaître, je wiskunde is goed, maar je natuurkunde is verschrikkelijk. Enkele jaren later heeft Einstein zich laten overtuigen door Lemaître. Einstein heeft zijn aanvankelijke ontkenning van de uitzetting van het universum de grootste blunder uit zijn carrière genoemd. En eigenlijk is dat niet vreemd. We kunnen ons immers niet voorstellen dat er eens geen ruimte en geen tijd is geweest. Jarenlang is de theorie van Lemaître onbewezen gebleven. Er werd zelfs opgemerkt dat Lemaître verblind was door zijn katholieke geloof. Hem werd verweten dat hij de natuurkunde wilde gebruiken om het begin van de Bijbel te bewijzen. Er werd daarom spottend gesproken over de grote knal, de Big Bang. Het werd een geuzennaam voor zijn theorie. Inmiddels hebben de meeste wetenschappers de Big Bang-theorie overgenomen. De paus wilde de Big Bang-theorie van Lemaître gebruiken als een bewijs voor het begin van de hemel en de aarde, een goddelijke schepping. Een grote knal kan immers niet zomaar zijn ontstaan. Lemaître vond echter dat je wetenschap niet kunt gebruiken voor het geloof. Hij schreef dat geloof en wetenschap verschillende wegen naar de waarheid waren. Wetenschap geeft zekerheid en geloof geeft verlossing. Ze hoeven elkaar niet tegen te spreken. Integendeel, ze vullen elkaar aan. De katholieke kerk heeft niet voor niets een lange traditie in het wetenschappelijke onderwijs. Pas in 2018 is in de wetenschappelijke wereld recht gedaan aan Lemaître. Zijn collega Hubble heeft destijds de vergelijkingen van Lemaître gebruikt voor de beroemde wet van Hubble. Die wet is onlangs veranderd in de wet van Hubble-Lemaître. Georges Lemaître, een bescheiden man, maar een groot natuurkundige. De priester die berekende dat ons huidige universum een begin had. Een begin van tijd en ruimte.